Hallo, dit zijn de kaartjes voor de kreeft voor februari. De kaartjes liggen al. Angel Wisdom kaartjes, energy kaartjes om te verduidelijken en een hartenkaartje. Dus we gaan even kijken wat er ligt voor jullie, lieve kreeften. Oh, dat is mooi. Vier van staven. En dan kan je eigenlijk wel een feestje vieren. Zie je? En dat is ook wel iets van lenteachtig, hè? Dus heel veel om feestjes voor te vieren. Dank het universum en de engelen voor de rust en de overvloed die naar je toe komt. Of de prosperity, de welvaart eigenlijk, hè? In allerlei vormen. Vrede en tevredenheid. En in je persoonlijke leven. Dus. Nou, mooi begin. Wat krijgen we dan hier? Oké, bekers. Dus, kijk, dit is echt over het gevoel, hè? En wensen komen uit. Je dromen worden werkelijkheid. Een magische tijd in je leven met veel geluk en dromen die uitkomen. En het vertrouwen dat het universum jou het juiste brengt en alles goed is. Nou, mooi. Kijk, je hebt al heel veel dingen bereikt in je leven. En dan komt nu alles naar je toe. Oké. Oh, en dan hebben we hier ook nog de Wheel of Fortune. Nou, fantastisch. Wordt een mooie maand voor jullie, lieve kreeften. Een nieuwe start en een eind aan vertragingen of moeilijkheden. En plotselinge, onverwachte vooruitgang. Een hele snelle positieve verandering in je leven. Maar het kan ook betekenen dat je misschien op reis gaat of een auto aan gaat schaffen. Een nieuwe. Nou, dat is mooi zeg. Heel veel positiviteit. Gaan we eens even kijken wat energiekaartjes zeggen. Oké, dan hebben we eerste. Er is een man die jou misschien al lief heeft. He? Een man die een hart heeft. En je zit misschien er ook wel op te wachten, hè? Maar er is dus al iemand die gevoelens voor jou heeft. Misschien weet je het nog niet. Maar komt dat nou wel allemaal naar je toe? Kijk, als er dus allemaal dromen uit gaan komen. En ook je hebt misschien ook financieel geen zorgen meer. Hè, dat het allemaal lekker stroomt. Dan kan het best wel zijn dat mensen niet helemaal eerlijk tegen je zijn. Of wat van je willen. Je mag dus voor jezelf opkomen. Hè? Dus alleen de mensen die goed voor je zijn, die hou je om je heen. Maar niet mensen die wat van je willen, zeg maar. Want ja, dat is gewoon. Er kunnen ook mensen niet even eerlijk zijn. Let daarop. En dit is wel mooi. Dat is het derde chakra. Dus het oerkrachtchakra. Hè? Dus dat is voor moed en de kracht die in je zit. Je bent veel groter dan het lichaam alleen. Hè? Je hebt echt heel veel potentieel. Dus heel mooi. Dus je kan misschien nog iets meer voor jezelf opkomen. Weten hoe krachtig en machtig je zelf bent. Hè? Want dan krijg je ook juist een gelijkwaardig persoon. He? Als jij je goed voor jezelf houdt, dan houdt die man ook goed van zichzelf. En het hartenkaartje is eigenlijk: kijk in je eigen innerlijk. Onderzoek hoe het komt dat je je zo voelt. Dus dat is even de tip die ze nog door willen geven. Dus ga naar je gevoel toe. Doe alles wat je nog van nieuwe dingen wil gaan doen, ook met liefde. Hè? Met liefde keuzes maken met je hart. Ja, dan kom je gewoon verder. Oh ja, die 9 van bekers wou ik nog wel even verduidelijken. Ja, het is bereikt ideale vervulling van wensen. Genieten van een goede maaltijd, een goed glas wijn en gastvrijheid. Goede gezondheid, maar let ook op dat je niet te dik wordt en dat je misschien een dieetje aanhoudt. Bekers duiden ook qua tijd op maanden. Men noemt deze kaart ook wel de 9 maanden kaart.
Dus ook een voorspelling eventueel van een geboorte. En tevredenheid voor jezelf en zelfverheerlijking. Dus je weet goed wie jezelf wordt en dan mag je ook goed voor jezelf opkomen. Want staven 4 komt op voor groeimogelijkheden. Dus er zijn groeimogelijkheden. En dan bekers 9, dat zit dan weer met individualisatie, dus echt voor jezelf opkomen. Een hele mooie maand, maar verdiep je ook in jezelf. Oké, lieve kreeften, ik wens jullie een hele mooie maand toe, vol liefde en licht. Dag!